Wilma, vandaag een project met kinderen, de jonge doelgroep en afvalbeleid. Dat is een combinatie die dingen voor die toekomst heel belangrijk is, hè? Klopt. Ja, klopt. We hebben nu gelukkig OBS, de basisschool, de achtbaan bereid gevonden om de trashwalking te gaan doen. En we willen dit verder uitrollen voor andere scholen, dat die mogelijkheid er ook is. Maar het geldt voor alle inwoners, dus niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, ouderen. Iedereen kan meedoen met de trashwalking. Ja, laten we even naar het begin gaan. Dit initiatief is geboren in Steendam, begreep ik. Klopt. We hebben een inwoner die is heel enthousiast. Zij dacht van, goh, hoe leuk zal het zijn als wij hier kunnen gaan trashwalken. Bewegen is natuurlijk goed, maar afval rapen is natuurlijk voor het milieu ook heel goed. Zij ergerde zich ook heel erg aan het zwerfafval. Dus vandaar dat zij ons heeft gebeld om de trashwalking hier te laten gebeuren. Ja, vervolgens hebben jullie dan een plan van de inwoner op hun bureau liggen. Hoe gaat dat dan verder? De inwoner die had contact gezocht met onze gebiedsbeheerder. En de gebiedsbeheerder die dacht, hey, dit gaat over afval. Dus die heeft mij daarin gevonden als afvalcoach. En ik dacht, ja, we gaan het ook hebben over bewegen. Dus daar moeten wij natuurlijk ook onze sportcoaches bij hebben. Dus vandaar hebben wij op die manier de verbinding met elkaar gezocht. Ja. En dan gaan we met elkaar om de tafel en kijken van waar kunnen we elkaar vinden. Ja, kortom, jullie zijn hier toch een behoorlijke tijd mee bezig geweest. Vandaag dan die officiële opening. Ja. Ook nog eens een wethouder die eigenlijk haar eerste officiële activiteit verricht. Ja. Nee, super. Echt, ze was gelijk enthousiast toen ik vertelde waar we mee bezig waren. En ze zei ook van, ik wil hier graag aan meewerken, want het is zo belangrijk, zowel het zwerfafval om dat uit de natuur te halen, maar ook zeker bewegen is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus ja, nee, we zijn heel blij dat zij deze opening heeft verricht. Ja, waarom hebben jullie gekozen om die combinatie te maken met afval en bewegen? Trashwalking is niet helemaal nieuw. Er wordt vaker getrashwalkt, ook binnen heel Nederland, ook wel binnen andere gemeentes. Voor Midden-Groningen is het wel een nieuw project. Dus ja, we hebben ook plogging hier in Nederland. Hè, dan ga je hardlopen, maar wij gaan wandelen met elkaar. Ja. Nou, jullie wilden ook de inwoners stimuleren om eigenlijk deze routes ook te gaan lopen. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Ja, we hebben sinds vandaag staat er een QR-code op onze website van Midden-Groningen. Ook op Facebook en op Twitter kan u de code vinden. Er staat op dit moment 2 wandeltochten, die vandaag dus ook wordt gelopen, staat er al op. En deze QR-code wordt iedere keer opgevuld met nieuwe wandelingen binnen heel Midden-Groningen. Maar je kunt altijd deze wandelingen maken. Er is een stadlocatie, bijvoorbeeld een restaurant waar u het materiaal kan ophalen. Dat staat ook allemaal netjes in deze QR-code. Dan gaat u met de gratis materiaal gaat u dan trashwalken. En dan komt u terug op dezelfde locatie om materiaal weer in te leveren. En als dank voor uw hulp krijgt u gratis een kopje koffie aangeboden door Midden-Groningen. Kortom, en eindresultaat is, de mensen hebben een leuk moment gehad. En de gemeenschap heeft minder rommel in het openbare groen liggen. Klopt. Klopt. Ja. En dat is eigenlijk wat we heel graag willen. Net wat ik al zei, bewegen is goed. Het contact, het netwerk, de verbinding met elkaar, gezellig met elkaar te gaan wandelen. Dat is sowieso ook goed voor geest en voor lijf. En het oprapen van het zwerfafval is ook weer goed voor het milieu. Ja, nou is dit een project. Een project kent ook altijd een einddatum. Wanneer zijn jullie tevreden? Nou, er is geen einddatum. We hebben het nu dan over een project. Maar we zijn tevreden als de inwoners ook tevreden zijn over de wandelingen. Dat er afval wordt geraapt. Nou, we zijn natuurlijk heel erg tevreden als de einddatum is dat de trashwalking niet meer nodig is. Wat dat betekent dat er geen zwerfafval meer is in de natuur. Hebben jullie eigenlijk onderzoek gedaan naar of dit echt nodig is in Midden-Groningen? Ja. Is er veel zwerfafval? Ja,
Wij zijn al geruime tijd bezig met zwerfafval, dat sowieso. We hebben elk jaar hebben wij een dashboard, een voormeting en een nameting. Dat wordt ook gescand door supporter van Schoon. Daarin zien we elk jaar dat het beter gaat. En we zijn heel erg blij met de 300 plus vrijwilligers die al bereid zijn om het zwerfafval voor ons op te rapen. Ja, willen we uiteraard onze kijkers ook weten of je zelf de route ook gaat lopen? Ik ga uiteraard de routes lopen en ik heb ze al gewandeld. Want ik help mee met de wandelroutes op te zetten. Dus ik moet natuurlijk wel kijken of de routes kloppen. Ik wil ook nog graag even een oproep doen. Als er mensen zijn die het leuk vinden om ons te helpen bij het maken van deze routes, dan kunnen ze contact opnemen met mij, de afvalcoach, apenstaartje, middengroningen.nl. Jan, afval inzamelen en bewegen. Is dat een goede combinatie gekozen? Jazeker. Heel veel mensen die zijn ook aan het wandelen. Dat willen we juist ook stimuleren dat mensen meer gaan wandelen, meer gaan bewegen. Veel mensen die klagen erover dat er heel veel rommel bij de weg ligt. Nou, dit is een ideale combinatie om zowel te gaan wandelen en bewegen. En afval rapen. Ze kunnen hier het materiaal vandaan halen, ze kunnen het afval weer inleveren. Dus wat dat betreft vangen we twee vliegen in één klap. Ja, nou ben jij verantwoordelijk voor onder andere ook de uitvoering van beleid van bewegen in Midden-Groningen. En we hebben al heel wat activiteiten gehad bij het Schildmeer. We krijgen natuurlijk nog de dag van het park. Ja, dit is natuurlijk wel weer voor jullie een mooie combinatie om te maken, om bij aan te sluiten, om mensen te motiveren, hè, om te gaan bewegen. Zeker, en dit is niet alleen voor de ouderen, maar ook juist voor de basisschooljeugd en ook voor de middelbare scholieren. Kijk, heel veel mensen, met name kinderen en ouderen, die hebben iets en gooit maar weg. Nou, hier, het is ook een stukje bewustwording waar we mee bezig zijn. En met name als je bij de basisschool daar nu mee beginnen, van wees dat bewust. Het materiaal wat je weggooit duurt heel lang voordat het kind in de natuur is verteerd, als het al gaat verteren. Neem het mee, doe het in plastic, niet in een plastic zakje, maar doe het in ieder geval in een zakje. En gooi het vervolgens thuis in een afvalbak of onderweg in een afvalbak. Dan hebben we een heel groot probleem opgelost. Ja, jullie zijn nu na coronatijd heel fanatiek bezig om dat bewegen toch weer op te starten, dingen in te halen, hè, door coronatijd. Lukt dat? Zeker gaat dat lukken. Nou, zoals hier zijn we nu bezig. Wat je zelf al zegt, het schoolsprolympiaar hebben we net gehad met ruim 700 kinderen. We hebben aanstaande zaterdag 25 juni, dag van het sportpark op het terrein van VWHSC met allerlei activiteiten, voetbal, tennis en badminton. Badminton, volleybal en tafeltennis. En springkussen erbij. En zondag hebben we dag van het park, waar heel veel doe-activiteiten bij zijn, zowel op het cultureel als op het sportgebied. Kortom, eigenlijk, het gaat goed. Wat zijn nog wensen voor de toekomst? Wat zou je nog graag willen realiseren? Nou, in ieder geval, het wensen is dat mensen bewust worden dat ze goed moeten bewegen. En ook op goede voeding letten. En als die bewustwording er is, dan zijn we al heel veel tevreden. Want bewegen is gewoon goed. We moeten mensen juist achter de bureau of achter de televisie vandaan halen. En met dit soort activiteiten hopen we in ieder geval dat we een andere trend in kunnen slaan. Ik heb dit bedacht al een aantal jaren geleden. Omdat ik me eigenlijk gewoon begon te irriteren aan de achterloos weggegooide rommel. Wat ook een gevaar oplevert voor de natuur. Ik bedoel, glas vergaat bijvoorbeeld nooit. Maar het breekt wel en het ligt dan in de natuur en zorgt voor verwonding van dieren, maar ook van mensen. Maar met name de dieren. En ik begon me echt, dit moet gewoon anders. Een schone wereld is gewoon veel gezonder. En mensen hebben natuurlijk zittende beroepen. We bewegen minder. Trash walking was geboren. Alleen, ja, de uitvoering moest nog. En ik heb daarop een plan geschreven hoe we dat binnen Midden-Groningen konden gaan uitvoeren. En Midden-Groningen gebeld en dit is dan het resultaat. We gaan een routes maken binnen heel Midden-Groningen met trash walking. Nou, dan ben jij inwoner van Steendam. Ik ben inwoner van Steendam. Is er zoveel afval in Steendam dat idee naar voren kwam? Ja, we hebben in Steendam zelf al twee dagen, eentje in maart en eentje in september. Dat is, de organisaties zijn samen aan de bak en support van Schoon. En we hebben elk jaar gewoon echt heel erg veel afval. We zitten in een toeristisch gebied als Steendam zijnde. Strand, natuur, water. En het is echt hard nodig. Ook in Steendam. Hoe voelt dat je plan nou echt ook gerealiseerd wordt? Trots. Heel trots. Ja.
Hè, dat wordt vaak gezegd van de overheid, ook lokaal is vaak een stugge overheid. Toch heb jij je plan kunnen realiseren. Dus jij bent heel enthousiast over die gemeente. Ja, uiteraard. Ik heb alle hulp en alle support gekregen. En het is natuurlijk een initiatief wat nodig is. Wat heel hard direct nodig is. En wat ook meteen zichtbaar is. Je ruimt op. Ja. Wanneer ben jij tevreden? Nooit. Heel eerlijk. Ik zal pas tevreden zijn als er helemaal geen afval meer in de natuur wordt gegooid. Dat iedereen zich bewust is hoe lang het duurt voor dat afval vergaan of misschien wel nooit vergaat. Maar dat voor iedereen een mooie, schone omgeving is. Ja, nou wordt dit in heel Midden-Groningen uitgerold. Ja. Dat is toch wel heel mooi voor jouw plan. Ja, maar we gaan verder. Als Midden-Groningen klaar is, wat niet gebeurt, maar dat gaat nog heel lang duren, dan willen we toch verder. En wat houdt dat in? Wij willen heel verder. Nederland. Ja.